Als u zelf uw risico op hart- en vaatziekten laag wilt houden of verlagen, is het belangrijk om gezond te leven. Daarbij gaat het om eten, bewegen, ontspanning en bij u misschien ook om drank- of tabaksgebruik. Kook met verse producten. Kies vooral volkoren producten, peulvruchten, groente, fruit, noten en vis. Drink vooral water, thee en koffie zonder suiker en melk. Kijk naar dit filmpje over hoe u gezond en lekker kunt eten. Beweeg minimaal 2,5 uur per week actief. Bijvoorbeeld wandelen, fietsen, hardlopen, voetballen, fitness of dansen. Werken in de bouw met zwaar tillen en stijgers beklimmen telt als stevig wandelen. Kijk ook naar dit filmpje. Bij stress helpt het om op een rij te zetten wat bij u spanning geeft en wat u juist energie geeft. Kijk hiervoor naar het filmpje Minder Stress. Wilt u stoppen met roken? Dat is een goed plan. Kijk naar Stoppen met roken. Kies een stopdatum en bereid het goed voor. Bedenk wat moeilijke momenten zijn. Bedenk ook alvast wat u op die momenten gaat doen. Van minder alcohol drinken of zelfs stoppen wordt u een stuk gezonder. Kijk naar het filmpje Minder Drank en zorg dat u zich goed voorbereidt. Schrijf op welke voor- en nadelen alcohol voor u heeft. Super als u gezonder leeft. Het is misschien niet altijd gemakkelijk om het vol te houden. Vertel vrienden, collega's en familie over uw gezonde leefstijl. Dan kunnen ze u helpen als het moeilijk wordt. Kijk het filmpje Volhouden, maak een volhoudplan en bespreek dit met uw partner, een goede vriend of met uw huisarts.